Doker Schmid, van wie trouwens ook her en der werd geschreven dat hij er niet bij zou zijn vandaag. Want hij ontbrak op de training gisteren. Dat klopt, hij was op de middagtraining niet bij. Maar dat had met privéomstandigheden te maken. Hij had 's ochtends wel getraind en is er dus ook gewoon beschikbaar. Dit is geen buitenspel. Dan is T weg. Heeft hij ook nog een speler mee. Maar ja, van de spits kan je ook denken dat hij het zelf doet. T en dan zit hij erin. En daar is dan zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Daar zit hij zo lang op te wachten. En de vroege voorsprong is er voor VVV. Hij speelt goed. Dat doet hij vrijwel het hele seizoen al. Maar hij scoorde maar niet. Ongelukkig de bal, zou je kunnen zeggen, in eigen doel gewerkt. Maar de bal was al op weg naar het doel. Dus hij zal tellen als treffer voor T. En niet als eigen doelpunt van de Heu, verwacht ik. Gekopt door Leemans. Valt voor Van Krooi. Krijgt geen vrije trap nu. Kobayashi kijkt achterom. Heeft wat ruimte. Promes in de achtervolging. Flap. Dat is een overtreding. Jansen moet zich even melden. Schaars achter de bal. Kan Dumfries hem terugkoppen? Ja, dat lukt. Sterker nog, hij komt er maar gewoon in. Ja. 1-1 door de rechtsback. Wat komt hij hoog? Wat timt hij goed? En wat valt die bal fraai binnen? Geweldig getimed door Dumfries. Kobayashi. Veerman, geen buitenspel. En knap geschoten, goed gered. Geen rebound en geen penalty. Maar zo'n doelpunt kan wonderen doen voor een ploeg. Dat merkt Heerenveen nu al. Dat meteen wat makkelijker lijkt te gaan voetballen. Schaars ziet de ruimte. Mihailovic, zo wat een ruimte. Mihailovic heeft Veerman naast zich. Wat een bal zeg. Peri. Peri meldt zich ook voor het doel. Mihailovic geeft voor. En die gaat er bijna in één keer in. Ik had toch niet de indruk dat hij nog werd aangeraakt. Ja, door Oenestal uiteindelijk om te voorkomen dat hij erin ging. Schaars. Geen echte kopkans. Halve was het voor Heu. Oeh, dat leek me op zijn minst gevaarlijk spel. En op het moment dat de tegenstander geraakt wordt, mag je er ook een directe vrije trap voor geven. Hier is Flap weg. Veerman en die schiet hem erin. Terwijl Kobayashi op de grond ligt. Geraakt aan het hoofd. Die heeft echt verzorging nodig. Scoort Heerenveen. Veerman heeft zijn doelpunt te pakken. Heerenveen leidt en Kobayashi moet worden opgelapt. Mihailovic. Uit de kluts valt hij voor Flap. Die kan hem dan terugleggen. Eerst kappen, dan terugleggen. En dat wordt nog maar net verdedigd. Anders heeft Mihailovic voor het intikken. Kobayashi neemt. Oenestal met één vuist. Schaars vangt op. Prima bal van Schaars. Kobayashi. Oh, dat is door de benen. En Kobayashi in twee keer. En tot twee keer toe Oenestal. Heerlijk aanval. Oeh, slechte bal van Doker Schmid. Die kan zo door. Die is het een overtreding van Piri? Nee, zegt Diepering. Nou, daar zal Piri helemaal blij mee zijn. Ik ben net al geel op zak. Want als dit wel een overtreding was geweest, had het ook maar zomaar zijn tweede gele kaart kunnen zijn. Rutte, breng hem maar in, geeft Stijn aan. Wel een beetje in de buurt van iemand van VVV die kan koppen. Dit is goed het lichaam gebruikt door T. Hunten. Dit zou een kans kunnen zijn. De rebound valt goed en... Nee, zit er niet in. Seuntjes lijkt er voor het intikken te hebben. Daar is kans nummer 1 op de gelijkmaker dus. Trap van Leemans. Krijgt hem niet langs de eerste man van Heerenveen. Van Brugge, Hunten. Leemans, nog een poging. Die is beter. Dumfries kopt weg. Het schot van Van Krooi van richting veranderd. Vliegt er zomaar in van Seuntjes. De man van de ongelukkige eigen treffer tegen AZ. Hier met een iets wat gelukkige gelijkmaker in Heerenveen. Ja, daar is Van Krooi die schiet. Hij steekt zijn voet uit Seuntjes en hij valt precies goed.
Het is meer een reflex dan dat je dit nou allemaal heel bewust kan noemen natuurlijk. En dan zit de wedstrijd erop en pakt VVV ook bij Heerenveen een punt. Het fluitconcert is duidelijk. Seuntjes van Schlemiel tot held.